lang geleden. Een kalif die Shahban al-Muqtadir heette. Hij was een machtig man, want hij regeerde over Bagdad. Hij was ook een vrouwenmaniak. Hij trouwde met de mooiste maagd en na 3 maanden verstootte hij haar. Trouwen, verstoten, 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 trouwen, verstoten. 40 keer. Na 40 keer trouwde hij met Shams el-Nihar. Shams el-Nihar was de enige dochter en enige erfgenaam van Shah Bender el-Tujjar, die de 5e koning van de 4e dynastie langs de kant van zijn moeder was, die zelf de 7e koningin van de 8e sultan was. En hij regeerde over de handel van Bagdad. Shams el-Nihar was een genie. De parel op de kroon van de kalif. 3 maanden. Haar prachtige ogen. En telkens een heel verhaal aan de kalif gaf. 3 maanden haar onbewegelijk luisteren terwijl de kalif zijn verhaal vertelde. 3 maanden haar handen, haar lange vingers die door haar haarlokken gingen om er de knoopjes uit te halen die er als vragen op zijn antwoorden in lagen te wachten. 3 maanden haar zware honinglucht die recht de hersenmassa van de kalif invloedde om er elke dag 10 nieuwe ideeën voor een beter bewind uit te halen. Dat was beginnen rollen en rollen en rollen en rollen en rollen tot het uiteindelijk in zijn bed was gerold en tot zijn lakens met haar zweet doordrenkt waren. Het volk van Bagdad. Het volk van Bagdad volgde niet. Gingen ze slapen, was de situatie zo. Stonden ze op, was de situatie zo. Wanneer de situatie verslechterde, wisten ze niet waarom die verslechterd was. En wanneer ze kalmeerden, wisten ze ook niet waarom die gekalmeerd was. Ze waren enkel. Prachtig.
slavin. Haar naam was Kutulkulub. Toen de prinses dit ontdekte, werd ze furieus en liet het hele paleis op zijn grondvesten dalen. Eerst hield men het voorval geheim, maar geen geheim blijft geheim, en begon erover te fluisteren in het paleis. En voor men het wist, hadden de hele straat en de stad van Bagdad het gerucht gehoord. De prinses deed wat ze kon om haar waardigheid binnen deze chaos te behouden. En ze nam een minnaar. En niet zomaar een. Prins Abdulatif, de neef en vertrouweling van de kalif. En telkens wanneer de kalif het eten wegkauwde in de armen van zijn slavin Kutulkulub, kwam prins Abdulatif bij de prinses om haar minutieus op de hoogte te houden van alle vergaderingen en om. Als de prinses wint, zijn wij ook winnaars. Dus, wij trekken.
trekken onze ogen open en we amuseren ons. Amuseren, wie hij ziet ook nog. Wat gaat er met ons gebeuren wanneer het vuur aanbreekt? Ik zal mij zetten en zien hoe de bijen van de kalif opfikken. Dat moet dan jouw voorpost naar de hel. Jij kan het onverschillig zien te kijken. Sinds wanneer ben jij een brave burger van Bagdad geworden, hè? Je bent niet eens een burger, je bent een blanke slaaf, een mameloek, wiens klauwen moeten rammen op verzoek. Dus, kijk mijn vriend, en amuseer je. Je hebt het geluk om de eerste rij te mogen zien. Als het vuur aanbreekt, zijn wij het haalt. Nee, degenen die het ontstoken hebben, voeden het vuur. Zij zullen ons ermee insloeren. Wie zegt dat? Wie weet worden we wel beter van in plaats van te boeten, hè? Kijk, domme mameloeken, die betalen overal de prijs voor. Maar de slimmerik, die kantelen op het juiste moment. Zo! Ja! Elke munt heeft twee zijdes. Het gaat erom, de zijde die kiezen, die wint. Weet je wat? We doen een weddenschap! Oh, godverdomme, dat was ik vergeten. Mijn lief heeft al mijn geld afgenomen, omdat ze vindt dat ik veel tijd doorbreng in het vertrekken van de prinses. Heb jij een piaster? Wat wil je doen? Kom, geef mij eens een piaster. Nee. Kom, je moet niet bang zijn, je krijgt hem wel terug. Een piaster? Ik ben toch niet zo stom om jou gewoon een piaster te geven. Kijk! De hele regering zit in deze piaster. Aan de ene zijde de kalif en aan de andere zijde de prinses. Welke zijde kies je? De kalif of de prinses? Wat kies je? De kalif of de prinses? Ik weet toch dat jij de kalif gaat kiezen. Hoezo? Omdat ik jou ken. Ik weet hoe jij denkt. Jij denkt dat de kalif, omdat hij de kalif is, ook noodzakelijkerwijs de sterkste moet zijn. Misventje. De kalif die heeft alleen maar een naam. Enkele wijven in zijn arm, en dat geldt zelfs niet meer voor deze kalif. Wat ik wil zeggen, is dat jij je soms laat misleiden door de schijn der dingen. Of wil jij misschien deze keer toch scharen aan de zijde van onze prinses? Ik moet scharen aan de zijde van de prinses. Oeh, dat kan ook gevaarlijk zijn. Als de kalif alleen op de troon achterblijft, dan heb jij verkeerd gewet. Ik heb op niemand gewet. Waarom wacht je dan? Aas leeft ook gevolgen vooruit. Wat kies je? De kalif of de prinses? De kalif of de prinses? De kalif of de prinses? In goed. Want zo niet zo koppig. Je kan een piaster winnen of verliezen. En tussen beide piasters hangen de kalif of de prinses? De kalif of de prinses? Ja, laat ons toch een beetje spelen. Goed. Spel ik wel alleen. Ik kies. Wat kies ik? Doet er niet toe, zo meteen. De kalif. De moslims zullen hun kalif bewenen. Oh, ik zie hoe ze zijn keel oversnijden. Het bloed spaart als een fontein. Hou op! Maar dat betekent dat wij, de mamelukken, een treetje hoger zullen klimmen. Want als de prinses stijgt, stijgen ook de mamelukken. Maar elke wetenschap heeft drie rondes. De tweede ronde. Vooruit. Je ziet, zij zit. Geef mij mijn piaster terug. Heel goed, Thomas. Wat gebeurt er nu? En wat zeg ik nu? Als de piaster nog een keer de prinses aanwijst, dan is het spel gedaan. Jij bepaalt het lot van heel de staat. Oh, en ik weet hoe gek je bent, hoe onbedrouwbaar.
Maar misschien vinden we samen wel een uitweg. Zoek op eens. Ik denk... Slow motion. ...dat ik op zijn zijn haar wil inzetten. Goed, we zetten in op zijn zijn haar. Het is de kalif! Nog een ronde spelen. De derde ronde, die beslist alles. Zo gedroogd ik zich de man op Jaber toen hij de minnaar van de prinses geworden was. Het kon hem helemaal niks schelen wat er tussen de kalif en de prinses gebeurde. En het kon hem nog minder schelen dat de kalif uiteindelijk met de slavin Kutulkulu trouwde. En toen was de machtsstrijd echt begonnen. Er vonden zich twee kampen. Aan de ene kant prinses Shams el-Nihar met prins Abdulatif. Aan de andere kant de slavin Kutulkulu en de kalif. Slavinnen, mamloeken, spionnen manoeuvreren van het ene paleis naar het andere. Strategieën worden gevormd, vergaderingen worden gegeven. Aan de ene kant bij de prinses gebeurt het volgende. Vanuit haar hoge toren begint ze elke dag het volk toe te spreken. En laat melk rondbrengen voor de armsten en tapijten om over de scheuren van hun woningen te leggen. Terwijl zorgt prins Abdulatif ervoor dat ze zich ook nog met de staatszaken bezighoudt. Aan de andere kant van de stad, in het grote paleis, wordt er dag en nacht vergaderd met de ministers. En dat allemaal onder toeziend oog van Kutulkulu, die achter de kalif heen en weer loopt, over zijn schouder meekijkt en hem heel regelmatig iets in het oor fluistert. Kutulkulu, Kutulkulu, Kutulkulu. De kalif verdrinkt bijna in haar woorden. Tot op de 40ste dag. Op de ochtend van de 40ste dag zijn er nieuwe en harde maatregelen van kracht. Op bevel van de kalif. Het volk van Bagdad, het volk van Bagdad volgde niet meer. Voelde zich verloren. Of het slechte nieuws nu kwam van een jammerend lid, of een familielid, of een gillende buur. Zij gingen zoals steeds in ongunstige tijden de straat op om zich te verdringen voor de bakkerij om toch nog voor enkele dagen brood te hebben. Shit.
oudste dag. De oudste dag, dat is de mythologische dag waarop God de wereld schiep. En alle mensen creëerden uit één grote hoop ondefinieerbare materie. En al die grote, blote, pasgeborenen liepen door elkaar en tegen elkaar omdat ze niet wisten hoe ze hun ooglid moesten openen. En tegen de ontluikende boompjes verdwaalden in de woestijn en verre weg. Tot God het ooglid lichter maakte en het liet knipperen. Degene die de brief uit de stad kreeg.
Zeg het nog eens. Dat de prinses een zeer hoge beloning zou geven. Zij zou bijvoorbeeld een mameluk kunnen vrijspreken. Domkop! Gaat hij dan ook wel op een van de gevaarlijkste brieven uit Bagdad? En zij zou een vrijgelaten mameluk een hoge post kunnen bezorgen. Zeker zijn van die brief. En als dat zo is, dan zo. Dan word ik de kalif. En als ik de kalif word, dan word jij de minister van mijn pa. Word ik de kalif, dan word jij de minister van mijn pa. Jabers nieuwsgierigheid was gewekt. Hij zou eigenhandig de situatie in Bagdad bestuderen. De stamknechten zeiden dat er zeker heel erg dingen aan de hand waren, want dat de paarden zelfs onrustig waren.